Maar die mensen die doen gewoon zoveel tijd besteden aan zo'n game. Hallo dames en heren, welkom bij deze speciale Parkitect video. Al 2 jaar zijn de makers bezig, een klein groepje mensen, om deze game volledig te maken. Natuurlijk hebben we deze game in alpha gezien, in beta, maar binnenkort komt deze game volledig uit met een campagnemodus. En het leuke nieuws is dat Silverhead en Joshua Charks bezig zijn 6 à 8 maanden lang om mappen te maken voor ons. Dat wij die dadelijk gewoon kunnen spelen. Hoe gaaf is het dat ze mensen uit de community pakken die gewoon ontzettend goed kunnen bouwen. En niet alleen maar in Parkitect, maar ook in andere games, dat weten we ook. Dat hun gewoon 8 maanden, maximaal 8 maanden bezig zijn om gewoon super vette verschillende soorten mappen te maken voor ons. En dat dan uiteindelijk de game gewoon volledig uitkomt na 2 jaar. Ik ben deze game natuurlijk ook 2 jaar aan het opnemen en jullie hebben diverse video's gezien. Ik moet je eerlijk zeggen, het spel is gewoon zo hard vooruit gegaan. Het is fantastisch om te zien hoe deze game grafisch, maar ook qua gameplay, helemaal is verbeterd en wordt alsnog heel vaak verbeterd. Nou, het grote nieuws dus dat Silverhead en Joshua Charks, dat die dus bezig zijn met mappen maken voor ons. Maar ik ken Joshua nog helemaal niet. Ik weet dat Silverhead heel mooi bouwt en ik heb al een aantal mappen een keer ook opgenomen op het kanaal. Maar van Joshua hebben we eigenlijk weinig gezien. Daarom heb ik gelijk een map gedownload en gaan we die gelijk bekijken. Deze map heet Cheyenne. En we gaan eens kijken wat hij allemaal heeft gemaakt. Ik zie al dat hij die paden heel mooi rond heeft gemaakt. Hier komen de mensen vandaan. Vanaf de parkeerplaats. Een hele kleine parkeerplaats als je het mij vraagt. Maar het park is daarentegen wel super groot. Loopt helemaal door naar achter met diverse flat rides. Maar natuurlijk ook monsterachtige achtbanen. Klinkt dat goed? Monsterachtige achtbaan. Wow! Is dit een dark ride of een spookhuis? Het ziet er ontzettend groot uit. Ik weet niet, misschien een hotel, dat zou ook kunnen. Laten we bij het begin beginnen, want ik ben nu al gelijk afgeleid. Hier is de ingang. Een beetje een soort van tempelachtig aangekleed. En als we binnenkomen, dat zwarte wat je ziet, dat zijn hele grote soort van cowboyhoedjes. Dus als je denkt van, wat zijn dat voor zwarte vlekken in beeld? Dan kunnen dat of sombrero's zijn, of van die hele grote cowboyhoedjes. We hebben hier een track ride. En ik geloof, als ik op de R-toets klik, dan kan ik in de attractie. Ik weet niet of die mod aanstaat, want ik heb namelijk mods geïnstalleerd. En die mods zorgen ervoor dat ik dus een point of view kan doen van een attractie. De Coaster Cam, die doe ik even aan. Ik denk dat het ook wel een soort van droom is van Silverhead en Joshua die uitkomt. Een droom dat je gewoon mag meehelpen met een spel die al zo lang in ontwikkeling is. En dat je mag meewerken aan de campagnemodus. Dat is natuurlijk ontzettend gaaf. Nou hoop ik dat als ze de campagnemodus maken, dat er ook allemaal nieuwe objecten worden vrijgespeeld. Niet alleen maar nieuwe attracties, nieuwe achtbaantypen, maar ook gewoon nieuwe objecten. Muurtjes, daken, gewoon props natuurlijk. Daar ben ik wel benieuwd naar. Dus ik hoop gewoon, ik ga gewoon een soort van duimen dat dat ja, gewoon gaat gebeuren. En dat wij gewoon de keuze hebben om zo'n map gewoon leuker en beter aan te kleden. Ze zijn met een klein team en dat maakt het eigenlijk wel heel knap dat ze al zo ver zijn gekomen. En ik denk dat ze ook gewoon, ja, ik denk dat ze gewoon naast dit spel ook nog gewoon werk hebben. Dat zou kunnen, of ze zijn gewoon bijna 10 uur per dag bezig aan de game. Dat zou ook nog kunnen. Maar die mensen die doen gewoon zoveel tijd besteden aan zo'n game. Dat is ongelooflijk, gewoon grote respect. Ik heb ook contact met Parkitect. Maar ik ben niet zo'n goede bouwer als natuurlijk Silverhead en Joshua. Ik denk dat als ze vragen van Vincent, zou je campagnemode mappen gaan maken, dat ik ten eerste instantie nee zou zeggen. Maar als ik echt de tijd ervoor zou nemen, dan zou ik misschien wel een map willen maken. En dan zou het natuurlijk wel een beetje gebaseerd zijn op de fantastische mappen die Rollercoaster Tycoon 2 ooit heeft gemaakt. Nou, we hebben hier nog restaurantjes. We hebben hier een achtbaan. Het is een... Oh, dat is apart. Met 2 optakelingen laten we gewoon gelijk erin zitten. Waarom ook niet? Oh, wacht even. Even die schermpjes uit beeld. Want we willen natuurlijk gewoon volop groot die Coaster Cam zien zonder schermpjes in beeld. Dan gaan we naar beneden. Een mooie snelheid. Ik gok rond de 80 km per uur. We zien helaas geen snelheid qua testresultaten. Dan moeten we dadelijk eventjes kijken bij de testresultaten in het menu. Maar een looping. Over de rots heen.
Ik vind het er zeker heel mooi en gaaf uitzien. En ik weet ook zeker, mijn eerste indruk van dit park, dat het gewoon helemaal goed gaat komen als die twee heren gewoon lekker mappen voor ons gaan maken. Je moet je natuurlijk ook voorstellen dat het mappen zijn die ook grotendeels helemaal leeg staan. Want je moet natuurlijk bij zo'n level wel de ruimte hebben om zelf je invulling te geven. Dus zelf je attracties te bouwen. En dat hun gewoon een achtbaan bouwen of gewoon wat omgeving. Dit vind ik ook een hele mooie achtbaan. Hij ziet er heel compact uit. En volgens mij heeft hij wel een lekker vaartje erin. Dan kijken we even verder. Wat hebben we hier dan? Een kartbaan binnenin. Een beetje modern aangekleed met al die ramen. En daarbovenin staat nog een simulator. Heel mooi gedaan trouwens. Ook een beetje high-tech. En hier hebben we dan ook iets bijzonders. Dat is volgens mij een arm die beweegt dan. Of die gaat op en neer. En volgens mij kunnen deze ook nog bewegen en gaat dit ook helemaal bewegen. Dus het is gewoon eigenlijk een misselijkmakende flat ride waar ik eigenlijk nooit in zou stappen. Maar dit draait rond. En ik geloof dat deze ook nog rond gaat draaien. We zien het zo meteen. Kijk, daar gaat hij iets omhoog. Je ziet het al, die palen worden steeds hoger. Kijk, het is eigenlijk een beetje een soort... ik weet niet of je het echt een Enterprise kan noemen. Maar een idee wel natuurlijk dat je gewoon lekker, heerlijk, alle kanten op geslingerd wordt. We volgen de stoet. En is dat nou... dezelfde kleur als deze. Maar het is wel een ander apparaat. Nou, die arm gaat helemaal de lucht in. En de mensen zweven als het ware gewoon lekker... die karretjes bewegen ook nog. Die schommelen heen en weer. Wat gaaf. Ik vind wel de details. Ook gewoon in die gebouwen. Het is soms niet echt te druk aangekleed. Maar het is gewoon perfect. Het had ook niet beter gekund, zeg maar. Het is gewoon de stijl van de omgeving. En wat is dit dan weer voor achtbaan? Is het een spinning coaster of... Huh? Dat is schattig. Het is een klein mijnkarretje. Daar gaan we wel even een onrijd voor maken. Het is wel een beetje slecht weer, maar we zitten er wel in. Het lukt even niet met een onrijd, want ik drukte op de R-toets een kleine FPS erop. Dan komt dat hij heel wat park inlaat. Ik drukte op de R-toets, maar er gebeurde niet veel. Dus ik moest even kijken wat er aan de hand was. Maar nu doet hij het dus wel. Nou, we gaan langs een grote berg heen. Ik dacht eerst dat het een spinning coaster was, omdat het zo'n heel klein compact karretje was. Maar het is dus eigenlijk zo'n klein mijnachtbaantje. Heel leuk. En op het einde kan je dat sowieso... Dan weet je dat het om dit type achtbaan gaat. Want dan krijg je echt... dat was misschien niet helemaal realistisch. Dat hij met zo'n snelheid in één keer bij die zigzagbochten kwam. En later hier ook weer. Veel te snel. En ik heb hem niet vooruit gespoeld. Want anders gingen we nog sneller. Dit vind ik leuk gedaan. Hoppakee, scherp bochtje. En hop, zo. Nou, ik denk dat dit niet een hele realistische layout was. Maar ik vond hem wel heel mooi gebouwd hier op die bergen. Dan hebben we daar nog, even kijken, een overkapping met allemaal gekleurde platen. Wacht even. Je kan hier genieten van het uitzicht. Mooi. Ik dacht, misschien is het een restaurantje. Dan gaan we verder. Wacht eens even. We komen nu hier. En wat is dit dan? Een kerkje. Maar ik moet toch eventjes wat dingetjes slopen om te kijken wat hier precies in zit. Dus even dit gewoon even weghalen. Ik heb per ongeluk de baan gesloopt. Maar je ziet dat je langs allerlei scènes heen gaat. Gekleurde bomen. Ik zie daar botjes liggen met grafstenen. Bepaalde enge bomen heeft hij ook nog gebruikt. En hier nog een soort moerasachtig iets. Ik vind het heel tof gedaan. Alleen, sorry dat ik het heb gesloopt. Maar ik wou toch even uit nieuwsgierigheid kijken wat daar te vinden was. We hebben ook nog theekopjes. Nou, die mogen zeker niet ontbreken hierbij een soort van... ik dacht dat het een vuurtoren was, maar het is eigenlijk een glijbaan. Ik zag net ook een soort van vuurwerk. Ik weet niet of jullie het zagen of het was een ballon die knapte, maar... heel mooie lichtjes ook. En hier hebben we dan ook nog draaien heet het in Rollercoaster 2. Het is eigenlijk gewoon een soort calypso. Hebben we nog een hele toffe achtbaan? Ik denk het wel. We hebben nog een vrije valtoren hier zo. Ook nog zo'n soort, wat is het eigenlijk? Propeller attractie. De turbine, ook leuk. Niks voor mij. Een kinderachtbaantje. Daar gaan we natuurlijk wel even in. En de attractie vertrekt ook weer net. De junior achtbaan. Ik kan wel zien aan de bomen die hij heeft geplaatst, dat hij dit park heeft gemaakt voordat die grote mooie natuur-update uitkwam. De grafische update is wel uitgekomen. Die voegt hij natuurlijk toe aan elk park die je downloadt. Dat is eigenlijk gewoon de update van de engine. Maar qua bomen en qua objecten zijn het wel de wat oudere bomen nog. Er zijn, dat heb je gezien in mijn serie, in mijn Parkitect serie. Zijn natuurlijk veel mooiere bomen ontwikkeld. En worden die ook gebruikt in de nieuwe campagnemodus. Ik ben ook benieuwd of die oude bomen ook nog worden gebruikt. Want de makers, ik denk niet dat ze die bomen zomaar kunnen weggooien.
dat ze zeggen van, nou, die bomen zijn oud, die gebruiken we niet meer. Ja, weet je, maar ik denk dat je hebt gewoon de eigen keuze. Wil ik een beetje die cartoonachtige bomen gebruiken of ga ik toch voor de meer realistischere look? En dat, ik zou voor die laatste gaan. Ik ben nu langzaam ook al die oude bomen aan het weghalen in mijn park en ben dan gelijk heel de omgeving aan het opknappen. En dan wordt het park gewoon nog veel beter en mooier dan ik zelf had verwacht. En ik hoop ook dat het voor jullie leuk is om natuurlijk zo'n serie te volgen en te kijken hoe het park dan ook geüpgrade wordt. Zo, laatste bochtje, leuk die heuveltjes. En dan gaan we naar het einde. Ik vond het een leuke baan, helaas regent het weer. We hebben daar nog een Enterprise, een van mijn favoriete attracties. Maar niet heus, ik zie daar ook nog een Topspin. En we hebben hier nog een gelanceerde achtbaan. En als ik zo even kijk, dan hebben we hier ook nog iets. Ik weet niet hoe zo'n attractie heet. De Overhang. Dan hebben we daar nog eentje. Leuk. En hier, het ziet er echt uit als een spookhuis. Want ik zie inderdaad, ik moet even wat dingen weghalen. Ik weet zeker als we even wat plek maken. Het is een heel groot gebouw. Maar als we even kunnen zien wat hier precies in zit. Hey, wacht eens even. Dit ziet er heel vet uit. Ik heb even de map opnieuw ingeladen. Want ik had allemaal dingen al weggehaald om te kijken wat voor soort attractie hierin stond. Maar als ik als het goed is op de R-toets klik, dan kan ik misschien wel hierin komen. Dat zou mooi zijn, want volgens mij ging het om een hangende attractie, een hangachtbaan. Maar ik druk nu op de R-toets en het lukt nog niet. Misschien moet ik toch even opnieuw in de instellingen kijken. En dan bij mods en dan Coastercam staat aangevinkt. Soms dan doet hij het niet. Ik weet niet waarom, maar misschien moet ik de attractie zelf zien. Dus ik moet toch eventjes wat dingen verwijderen, want ik kan hier gewoon niet doorheen kijken. Nou, ik kom niet in deze attractie. Ik heb heel veel dingen geprobeerd, maar het lukt gewoon niet. Dan gaan we snel door naar die gelanceerde achtbaan, want die doet het hopelijk wel. Kijk, mooi, die doet het. Daar ben ik blij om. Deze gelanceerde achtbaan gaan we richting die grot daar. En met diverse inversies ook verspreid over deze berg. Ik ben wel erg benieuwd naar deze laatste achtbaan die we gaan doen. Wat zal de snelheid zijn? Misschien toch wel 90 à 100 km per uur. Oh ja, met X kan ik trouwens de hele hut weghalen. Dus dan zien we gewoon fullscreen deze vette coaster. Nou, heel soepel gaat het allemaal. Hij is zeker een fan van rotsen, rotswerken. Ik vind dat ook heel mooi hoor. Als ik een park bouw, dat heb je waarschijnlijk gezien, maak ik ook ontzettend veel rotsen. En misschien moet ik nog wel een hele grote berg maken of zo. Dat zou ook heel vet zijn. Jeetje joh, het zijn voor mij alleen maar inversies. Zo voelt het wel. Nou komen we helemaal aan de buitenkant van het park. En de vaart blijft er nog goed in zitten. Kijk eens even joh, heerlijk. En het begint weer te regenen. Nou, het is echt verschrikkelijk. Het is een hele regenachtige dag hier vandaag in deze map. Toch vind ik de parkeerplaats nog steeds heel klein. Het is een best wel groot park, hè. Ik denk dat ik... ja, misschien was er gewoon geen plek voor. En ik weet ook zeker, het draait meer om een pretpark dan natuurlijk gewoon een parkeerplaats. Maar je moet er rekening mee houden als je natuurlijk een beetje realistisch wil bouwen. Dat je dan ook gewoon een wat grotere parkeerplaats nodig hebt. Ik vond het een hele leuke map. Laat vooral een duimpje achter en natuurlijk ook eventjes wat je ervan vindt dat Silverhead en Joshua mogen meehelpen aan de campagnemodus. En volgende keer zijn we terug met de vaste Parkitect serie afleveringen. Doei doei!